13 dorpen, 13 passies. Alle 13 goed. Niks natuurlijk als je als dorp een evenement kunt organiseren waar jaarlijks een 50.000, 60.000 mensen op afkomen. Het is het grootste evenement van Zundert. Bijna iedereen is daar wel op een of andere manier bij betrokken. En ik denk dat Zundert ook gewoon echt bekend staat om het bloemenkozen. Dat is iets unieks en dat moet je in stand houden. Daar moet je dus een schouders onder zetten. Dat is iets waar je trots op kunt zijn en waar je trots op moet zijn. Wat belangrijker is dat het, zeg maar, die saamhorigheid en die passie die de mensen hebben voor het COZO, dat dat met elkaar gedeeld wordt. En dat doen we eigenlijk het hele jaar in Zundert, dat is buiten het COZO om. Nou, dat is bijna een besmettelijke ziekte. Als je er één keer mee in aanraking komt, dan kom je er ook niet meer vanaf. Wat nou het COZO-koorts is, is heel moeilijk om dat uit te leggen. Ja, een apart gevoel. In ieder geval, een super gevoel, dat kan ik je wel vertellen. It's a beautiful day. Hey, dan een beetje de zon erop uit, hè? En dan krijg je een beetje die schemering en alles, hè? Ja, mooi, maar dat even, hoor. Ja. It's a beautiful day. Ik denk dat we bijzonder trots mogen zijn op het eindresultaat. Hoe groot is die? Hij is 19 meter lang, hij is 4,5 meter breed en 9 meter hoog. En het is een ontwerp aan de hand van Lodewijk de 14e. Lodewijk de 14e was de zonnekoning. En de wagen verbeeldt eigenlijk een dag op het kasteel van Versailles. No one's gonna stop me now. Woorden schieten eigenlijk altijd tekort om dit gevoel onder woorden te brengen. Het is zo intens, het is zo. Je bouwt er eigenlijk, 11,5 maand per jaar naartoe, waarvan 3 maanden ontzettend intensief. En om dan dit gevoel wat ik nu heb over te dragen op iemand anders die het gevoel niet kent, is bijna niet te doen. Het is iets wat een heel jaar leeft. Hè? Het is niet seizoengebonden, het leeft een heel jaar. Dat is eigenlijk een geboortekwaal. Mensen die weten niet beter, als iemand geboren wordt, dan is het een COZO, man of vrouw. Ja, dat zijn er van jongs af aan mee opgegroeid en dan wilde hem dat blijven staan. En daar help je al mee. En het is ook een sociale contact. Ze zijn heel goed natuurlijk. We onderhouden natuurlijk heel nog sociale contacten. Je ziet elkaar, als een beetje verder is het bijna wekelijks. Het is het befaamde bloemenmeisje. Een afbeelding daarvan dat op de markt staat in het groot, in het brons. Het is een soort erkenning van de gemeente voor wat ik voor het COZO gedaan heb. En het ontwerp is eigenlijk gemaakt naar het zien van een foto van mijn oudste zus. Met de fiets van de eerste COZO dat ze het getopen heeft. In 1970 ben je 50 jaar COZO. Heel mooi herinneringsboek. Prachtige foto's, mooie verhalen. Wat ligt daar voor een klein briefje in? Dat ja? Ja, het is meer persoonlijk. Wat staat daarop? Dat is de uitslaglijst van mijn eigen ontwerpen. Twee keer in eerste plaats zie ik. Ja, twee keer in eerste plaats. Het mooiste herinnering is voor mij het begin meedoen. En natuurlijk zelf actief meedoen en dan een paar mooie prijzen halen. Eerste prijs. Het is bijna net als een wielerwedstrijd. Maar de eerste prijs is natuurlijk, ja. Kijk, behalve het feit dat we met z'n allen iets moois maken voor andere mensen, vinden we het wedstrijdelement heel erg leuk. En het wedstrijdelement is een van de pijlers van het COZO. Het gaat soms heel ver.
En meestal ben je collega's van elkaar en er is echt een samenhorigheid binnen de buurtschappen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan gaat het natuurlijk ook wel om die wedstrijd. Ja, het fanatisme dat is natuurlijk het ene buurtschap tegen het andere. Dat doet zeker mee, maar dat is toch niet de hoofdzaak, hoor. Het is gewoon de bedoeling om met z'n allen een bloemenkozen te creëren, iets heel moois te maken. Ah, het vertrouwen is groot, maar de zenuwen zijn ook heel erg groot op dit moment. Ah, beginnen we al te komen nu. Maar valt nog mee. Straks als we de tweede keer bij de macht komen, dan zal het wel een stukje erger worden, denk ik. Alles onder controle. Ja. Kan ik nog even een sanitaire stop maken. En we gaan rijden, naar voren. Kom op, rijden met die hap. Rustig aan, stuur recht. Het is begonnen in 1936. De verjaardag van koningin Wilhelmina. Die verjaarde 31 augustus. Verjaarde die. En toen hebben ze een eerste zondag in september een versierde optocht gehouden van fietsen allemaal. Ja, het allereerste begin van het kansel. Hier een step. Hier fietsen, twee fietsen van mijn broer en mijn zus. Ik kan me eigenlijk dus herinneren dat bij ons thuis twee fietsen opgesierd werden. En dat mijn oudste broer en mijn oudste zus, die zouden in de stoet meerijden. Ja, eigenlijk zeg maar binnen het dorp eigenlijk deed iedereen mee. Op de een of andere manier, met een fiets of met een step. In 1939 is het afgelast vanwege de oorlog. 45 is eigenlijk een bevrijdingsoptocht. Nu gaan de buurtschappen meedoen. Dus de wagens al wat groter en veel. Er gingen ook groepen meelopen. Kijk, dus van 30 bestuur hadden we vroeger. En dan heeft het in het begin van de jaren 50 een flinke vlucht gekregen. Meerdere buurtschappen gingen meedoen. Toen is burgemeester Manders voorzitter geworden. En onder Manders vind ik dat het kort een geweldige opleving gekregen heeft. Want toen ging de gemeente er zich een beetje mee bemoeien. En zo zie je dat in de jaren 50, daar praat je bijna over 250.000 betalende bezoekers op Corso Zondag. Het ligt denk ik ergens in de jaren 70 en de jaren 80. Waarin het bewijzen ook zich ging uiten in de grootte van de wagens. En dat gegroeid is naar de formaten die we nu hebben. Het zit een beetje in de volksaard van de Zundertenaar om versiersdrift te hebben. Een soort van bewijzen. Misschien heeft dat te maken met dat het een beetje wat afgezonderd ligt. Daar komt misschien ook wel de naam vandaan. Afzonderen, zundert, afgezonderd. Nou goed, misschien heeft dat allemaal wel een beetje met elkaar te maken. Het is een soort van versierdrift om iets heel moois weg te zetten voor andere mensen. Heel logisch als je een optocht gaat organiseren met versierde karren en versierde fietsen. En je doet dat met bloemen, dan kom je als eerste terecht bij de dahlia. Want de dahlia is te vinden op het boerenerf. Dahlia wordt ook wel een poor man's rose genoemd. En dat is de bloem die overal en overal te vinden was hier in de omgeving. Dus die link naar een dahlia was snel gelegd.